28 alweer. Oh nee, sorry. Ja, we doen Mattheüs 28, maar we hadden nog een paar versen af te maken in Mattheüs 27. Dus we beginnen in Mattheüs 27 vers 57. En dat begint met de begrafenis. We hebben vorige keer een wat bekender verhaal gelezen over de kruisiging. Hoewel, als je toch gewoon eens kijkt naar al die details die omschreven staan rondom de kruisiging. Met gewoon die duisternis in één keer midden op de dag. En de aardbeving en rotsen die scheuren en graven die openen. Mensen die opstaan uit de dood. En het voorhang van de tempel wat scheurt. Dan denk je toch, jongen, wat een wonderen. En hoe goed is het allemaal vastgelegd voor ons. Dat zelfs die hoofdman over 100 van de soldaten, zeg maar. Dat die zelf zegt, werkelijk, dit was Gods zoon. Dit was gewoon echt Gods zoon. Terwijl ze hem net gekruisigd hebben als een of andere misdadiger. Ik vind het een prachtig boek, Mattheüs. En het is echt tragisch wat ze met Jezus hebben gedaan. En tegelijkertijd zit er zo'n dubbel gevoel in. Omdat het zo'n grote, triomfantelijke overwinning is, zeg maar. En we zullen vandaag de begrafenis zien en hoe bekijken en de opstanding en hoe de Joden proberen het weg te moffelen weer door een leugen. En wat de grote opdracht dan van Jezus is. Waarom heeft hij dit allemaal gedaan? En hoe wil hij ons daarin betrekken? Toen het avond geworden was, Mattheüs 27 vers 57, kwam er een rijke man van Arimathea, van wie de naam Jozef was. En die ook zelf een discipel van Jezus was. En die ging naar Pilatus en vroeg om het lichaam van Jezus. Toen gaf Pilatus bevel dat het lichaam aan hem gegeven zou worden. En Jozef nam het lichaam in ontvangst, wikkelde het in zuiver fijn linnen en legde het in zijn nieuwe graf, dat hij in de rots uitgehakt had. En nadat hij een grote steen voor de ingang van het graf gewenteld had, ging hij weg. En daar waren Maria Magdalena en de andere Maria die tegenover het graf zaten. Nou, we zien dus in vers 57, toen het avond geworden was, kwam er een rijke man van Arimathea. Dat is Jozef, Jozef van Arimathea. We weten, als we vergelijken met andere evangeliën, dat Jozef, die maakte deel uit van dat Sanhedrin, van de leiders van het Joodse volk. En er staat ook dat hij niet had meegedaan. Hij stemde er niet mee in met de keuze die ze maakten om Jezus zo te laten kruisigen. Hij stond daar niet achter. En er staat hier dus, en die ook zelf een discipel van Jezus was. Een volgeling van Jezus. Dat is eigenlijk prachtig nieuws dat gewoon ook zelfs onder die leiders van het Joodse volk die hem gekruisigd hebben, zeg maar, of daartoe hebben aangezet, dat daar ook mensen tussen zaten die toch in Jezus hebben geloofd. Dat is Jozef van Arimathea. En later zien we ook Nicodemus. We noemen hem thuis al Nicodemus. Maar, oud grapje. Maar in ieder geval, Nicodemus was er ook bij, staat in de evangelie. Die brengt specerijen en het lijkt er sterk op dat Nicodemus het gesprek uit Johannes 3 begrepen heeft. En er was een gesprek in Johannes 3 dat Nicodemus in de nacht bij Jezus komt en zegt, hoe kan ik nou dat koninkrijk van God binnenkomen? En dan zegt Jezus, je moet opnieuw geboren worden. En dan legt hij uit over dat hij gekruisigd zal worden. En je moet op een gegeven moment door de geest opnieuw tot leven komen. Door de Heilige Geest. En daar staat dat bekende vers in dat gesprek met Nicodemus. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Dat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar het eeuwige leven heeft. En het lijkt erop alsof Nicodemus ook tot geloof is gekomen. Waarom komt hij anders eer brengen aan Jezus met die kruiden? Wat we hier ook zien is dat Jozef rijk is. En hij koopt dat graf. Hij stelt dat graf ter beschikking voor Jezus. En wat we ook zien is dat hij dus eigenlijk heel een belangrijke positie had. Hij kan rechtstreeks naar Pilatus. Ik bedoel, niet iedereen kan zomaar even naar de burgemeester van Amsterdam bijvoorbeeld. Of zelfs onze eigen burgemeester. Moet je al heel hard je best voor doen om die even te kunnen spreken. Hij kon daar rechtstreeks heen. En tegelijkertijd zien we ook dat hij ging naar Pilatus en vroeg om het lichaam van Jezus. Dat is eigenlijk een openlijke, een publiekelijke erkenning dat hij een volgeling van Jezus is. Want Pilatus en dat Sanhedrin hadden natuurlijk altijd best veel contact. Dus hij komt eigenlijk openlijk ervoor uit dat hij Jezus eer wil brengen. Toen gaf Pilatus bevel dat het lichaam aan hem gegeven zou worden. Op een andere plek lezen we ook nog dat Pilatus eigenlijk verbaasd is dat Jezus al gekruisigd en gestorven is. Want het was natuurlijk allemaal, in de nacht hebben ze hem gevangen geworden. In de ochtend is hij al voor het Sanhedrin geweest. In de ochtend voor 9 uur is hij al bij Pilatus geweest, nog bij Herodes en weer terug en weer afgeranseld. En dan is het avond en dan komt hij al dat lichaam opeisen. Blijkbaar was dat niet echt heel normaal, dat Pilatus er zelfs verbaasd over was. En Jozef nam het lichaam in ontvangst, wikkelde het in zuiver fijn linnen. En legde het in zijn nieuwe graf die hij in de rots uitgehakt had. En nadat hij een grote steen voor de ingang van het graf gewenteld had, ging hij weg. En daar waren Maria Magdalena en de andere Maria die tegenover het graf zaten. Bijzonder, Maria Magdalena en de andere Maria. Die komen we nog tegen. De volgende dag, dat is de dag na de voorbereiding, kwamen de overpriesters en de fariseeën bij Pilatus. Dus die komen ook naar Pilatus. En ze zeiden: Heer, wij herinneren ons dat deze verleider gezegd heeft, toen hij nog leefde: na 3 dagen zal ik opgewekt worden. Geef dan bevel dat het graf tot de 3e dag toe beveiligd wordt. Opdat zijn discipelen hem 's nachts misschien niet komen stelen en tegen het volk zeggen: hij is opgewekt uit de doden. En dan zal de laatste dwaling erger zijn dan de eerste. Pilatus zei tegen hen: hier hebt u een wacht. Ga heen, beveilig het naar uw beste weten. En zij gingen erheen en beveiligden het graf met de wacht, nadat zij de steen verzegeld hadden. Nou, de fariseeën en die overpriesters zijn eigenlijk toch wel een beetje zenuwachtig, hè? Over dat hele verhaal van Jezus. Die heeft natuurlijk zoveel wonderen gedaan, tegen hun gepreekt. En hij heeft heel veel volgelingen. En heel veel dingen die hij al heeft geprofiteerd zijn ook uitgekomen. En het zou toch eens gebeuren dat hij echt zou opstaan uit de dood. Want hij had natuurlijk al Lazarus opgewekt uit de dood. En daardoor had hij heel veel nieuwe volgelingen gekregen. Net voordat hij eigenlijk een week daarvoor Jeruzalem ingetrokken was. En zij herinneren zich dat hij had gezegd: na 3 dagen zal ik opgewekt worden. Het is overigens bijzonder dat de overpriesters en de fariseeën dat herinneren. Terwijl straks zullen we zien dat de discipelen, die hadden eigenlijk daar allemaal om dat graf moeten staan. Die 3e dag, want Jezus heeft zo vaak gezegd: na de 3e dag zal ik opstaan. Dan zou je verwachten dat er echt een heel publiek omheen zou hebben gestaan om dat graf, om die opstanding te zien. Maar het feit is dat dat helemaal niet zo was, hè? Dus ze waren er helemaal niet mee bezig. Ze waren in rouw. Ze waren eigenlijk aan het wachten tot de Sabbat voorbij was en dat ze dan nog eer konden brengen. Oké, er wordt dan bevel gegeven dat het graf tot de 3e dag toe beveiligd wordt. Opdat zijn discipelen hem 's nachts misschien niet komen stelen en tegen het volk zeggen: hij is opgewekt uit de doden. En dan zal de laatste dwaling erger zijn dan de eerste. Nou, Pilatus die stemt daar wel mee in. En die zegt dan: hier heb je een wacht. Een wacht, dat betekent, dat zul je straks ook zien. Waarschijnlijk is dit de wacht die de tempel normaal beveiligde. De Joden hadden een tempelwacht van de Romeinen tot hun beschikking. Die de tempel beveiligde. En mogelijk was dit diezelfde wacht die dan het graf komen beveiligen. Dus het is niet 1 man, maar dat is gewoon een ploeg soldaten. Hoeveel weet ik ook niet precies. En ze gingen heen en beveiligden het graf met de wacht, nadat ze de steen verzegeld hadden. En ik weet zeker dat die Romeinen zich er echt wel van overtuigd hebben, van tevoren, dat Jezus ook echt in dat graf lag en daarna het verzegeld hadden. Want het was hun taak om te bewaken dat dat lichaam er zou liggen. En dat is belangrijke informatie, want er is wel eens discussie over of de opstanding wel echt is. Hè? Als de opstanding niet echt is, daar hangt heel erg veel vanaf. Daar kom ik zo op terug. Laat na de Sabbat, 28 vers 1. Toen het licht begon te worden, op de 1e dag van de week, kwamen Maria Magdalena en de andere Maria om naar het graf te kijken. Eigenlijk in een ander evangelie staat dat ze kwamen met specerijen en om hem te zalven. Dat was blijkbaar een gebruik, dat ze een lichaam zalven. En ze komen eraan bij dat graf en zie, er vond een grote aardbeving plaats. Want een engel van de Heere, die uit de hemel neerdaalde, ging erheen, rolde de steen van de opening weg en ging erop zitten. Zijn gedaante was als een bliksem en zijn kleding wit als sneeuw. De bewakers beefden van angst voor hem en werden als doden. Maar de engel antwoordde en zei tegen de vrouwen: U hoeft niet bevreesd te zijn, want ik weet dat u Jezus zoekt, die gekruisigd was. Hij is hier niet, want hij is opgewekt, zoals hij gezegd heeft. Kom, zie de plaats waar de Heere gelegen heeft. Als je kijkt naar vers 2, dan vindt er dus een grote aardbeving plaats bij dat graf. Of hoe groot die is en hoe ver die reikt weten we niet, maar er komt een engel van de Heer uit de hemel neerdalen. En uit de andere evangelie weten we eigenlijk dat er meer engelen bij betrokken zijn. Want als ze op een gegeven moment het graf in moeten gaan, dan zien ze ook een engel, twee engelen zitten, één aan het hoofdeind en één aan het voeteneind. Ja, dus er zijn meer engelen bij betrokken, maar op het moment dat die steen weggerold wordt, dan zien ze dus deze engel. Die rolt hem weg en die gaat op de steen zitten. En dat moet echt heel erg indrukwekkend zijn geweest. Zijn gedaante was als bliksem. Ik bedoel, dat moet zo stralend zijn geweest. En zijn kleding wit als sneeuw. Bliksem, daar kunnen wij, ja, dat is voor ons even een flits. En dan kun je al bijna niet verdragen met je ogen. Maar zijn gedaante was als bliksem en zijn kleding wit als sneeuw. En de bewakers, het gevolg van de bewakers beefden van angst voor hem en werden als doden. Nou, dat zijn normaal wel brute gasten. Hè? Ik heb hier een plaatje van wat soldaten. Soldaten zijn natuurlijk heel goed getraind. Als je kijkt in onze tijd hebben we ook soldaten. Die zijn echt goed getraind om een vijand te overmannen, zeg maar. Maar deze soldaten, als een engel van de hemelse legermacht verschijnt, wat kunnen die inbrengen? Helemaal niks. De bewakers die beefden van angst voor hem en werden als doden. Of ze verstijfden helemaal, of ze vielen op de grond en konden niks meer doen. Dat waren de mannen die het graf hadden moeten bewaken. Maar tegen goddelijke macht kun jij niks inbrengen. Want God is hier aan het werk met zijn plan. God is zijn plan aan het uitvoeren. En dat kunnen mensen niet tegenhouden. Kun je nog zo'n machtig Romeins Rijk zijn, dat ga je niet tegenhouden. En dan kun je nog zo'n mooie Joodse geloofsinstituut hebben, dat ga je niet tegenhouden. En dat vind ik zo mooi, dat de vrouwen zijn de eerste die bij het graf zijn. En dan zegt die engel, die zegt tegen de vrouwen: U hoeft niet bevreesd te zijn, want ik weet dat u Jezus zoekt, die gekruisigd is. Hij is hier niet, want hij is opgewekt, zoals hij gezegd heeft. Kom, zie de plaats waar de Heer gelegen heeft. En dat vind ik zo mooi. Hè? Gewoon, heel veel mensen denken dat christenen geloven. En dat geloof een geloof is van: jij bedenkt een God. En dat is dan jouw God. En dat is dan jouw steun en toeverlaat. Maar dat is helemaal niet wat christendom inhoudt. Dat is echt een gebrek aan kennis. De Heer wil dat wij gewoon de bewijzen zien. Je ziet hier gewoon dat die engel gewoon zegt: Kom maar kijken. Kom en zie de plaats waar de Heer gelegen heeft. En uit de andere evangelie weten we dus dat die doeken op een gegeven moment gewoon, of in ieder geval zo'n zweetdoek of zo staat erbij, die is dan opgerold, alles is netjes neergelegd. En dan zie je een engel dus zitten aan het hoofdeind en aan het voeteneind. En wat daar ook weer zo bijzonder aan is dat Jezus is natuurlijk de heilige. En als je kijkt naar het tabernakel, dan had je het heilige der heiligen en dan had je het ark van verbond met het verzoendeksel. En dan had je twee cherubs, twee engelen, die zaten tegenover elkaar. En op de verzoendeksel. En die bewaakte eigenlijk het heilige. En dan zie je hier eigenlijk ook een soort van parallel. Jezus is de hoge priester. Hij is natuurlijk doorgegaan door dat voorhang in het heilige der heiligen. En dan zie je eigenlijk twee cherubs, die zie je zo het heilige bewaken. De cherubs die bewaken de heiligheid van God. Cherubs, dat zijn engelen. Deze engelen bewaken de heiligheid van God, daar lijkt het op. Ik weet dat het is een stukje interpretatie, maar ik vind dat een mooie parallel die ik daar wel in zie. Dus die engel die neemt ze mee naar het bewijs. Kom en zie de plaats waar de Heer gelegen heeft. Nou, en er is natuurlijk heel veel te doen om die opstanding. En is dat wel echt waar? Zei ik net al, ik sta op straat vaak te evangeliseren. En dan hebben heel veel mensen iets van, ja, maar die opstanding, dat kan toch niet waar zijn? Daar struikelen echt heel veel mensen over. Wat is dat toch voor onzin? Dat zien we toch nooit gebeuren? Maar het is allemaal zo goed gedocumenteerd voor ons, hè, dat in 4 evangeliën vast ligt. En dan zijn er daarnaast nog 4 schrijvers. Paulus en Petrus, Jacobus, Judas, die dat ook nog allemaal bevestigen. En we hebben zelfs nog buitenbijbelse bronnen die ook nog schrijven over Jezus. Niet allemaal over de opstanding. Maar er is eigenlijk geen historisch persoon waar zoveel over geschreven is. Zoveel gedetailleerd is vastgelegd. En vooral over dit moment. En sommigen zeggen, ja, het is een verwisseltruc. Er is eigenlijk iemand anders gekruisigd. En daarna kwam die Jezus en die zei gewoon, nee, ik ben er nog, weet je wel. Maar dat zijn gewoon allemaal leugens. Want als je kijkt in de documentatie die wij hebben. Ik bedoel, ze kwamen Jezus gevangen nemen in dat hof. En degene die hem gevangen nam, dat was een discipel van Jezus. Dat dachten ze niet wel, dat was Judas. Dan gaat Jezus mee en die komt voor dat Sanhedrin. En dat Sanhedrin, die oudste, die wisten echt wel hoe Jezus eruit zag. Want die waren heel vaak met hem in gesprek geweest. En we zien ook nog Petrus, die zelfs herkend wordt. Petrus wordt herkend. Oh, u hoorde toch ook bij hem? Er waren ook mensen omheen die echt wel Jezus herkenden. Hij was meegenomen naar Pilatus en er waren steeds soldaten bij. Nog naar Herodes geweest en weer terug. Hij werd continu bewaakt. Er was zelfs een hele legerafdeling omheen. Hè? Dat is misschien wel tot wel 500 of 600 man. Daar heeft echt geen verwisseltruc plaatsgevonden. Ze weten echt wel wie ze gekruisigd hebben. Dat was de taak van de Romeinen om hem te kruisigen. En sommigen zeggen ook, ja, hij is niet echt gestorven. En hij leefde misschien nog wat en is gewoon hersteld. Ook dat is onzin, want ze hebben nog een controle gedaan of die mensen dood waren aan het kruis. Hingen 2 misdadigers naast hem. Daarvan hebben ze de benen gebroken. En bij Jezus zeiden ze, nou, hij is al gestorven, we hoeven de benen niet meer te breken. Maar we steken nog even zijn zij door. En dan bloedt hij helemaal leeg. Hè? Check, double check, om het zo maar te zeggen. Jezus is absoluut gestorven. Zelfs zijn discipelen gingen hem begraven. Je gaat niet jouw Heer en Heiland begraven als hij nog leeft. Dat doe je niet. Vervolgens zijn dus die Romeinse soldaten gekomen. En hadden we in Mattheüs 27 vers 66 gelezen. Dat ze de steen verzegelden. Die hebben echt wel gewaarborgd dat Jezus daar echt lag. Dus als je kijkt naar het bewijs van dat Jezus echt gestorven is. En dat hij echt is opgestaan. Het is zo waterdicht getimmerd. Gewoon terwijl de Joden eigenlijk dachten de waarheid voor te zijn, zeg maar. Om te zeggen, ze zetten er een wacht bij. Dan kunnen de discipelen niet zeggen, want we hebben hem meegenomen. Werkten ze eigenlijk mee aan een heel plan van bewijsvoering over de dood en de opstanding van Jezus. Oké, die engel zegt verder tegen Maria. Even kijken. Ja, tegen Maria en Maria. Maria Magdalena en de andere Maria. Ga haastig, in vers 7, ga haastig heen en zeg tegen zijn discipelen dat hij opgewekt is uit de doden. En zie, hij gaat u voor naar Galilea. Daar zult u hem zien. En zie, ik heb het u gezegd. Jezus had zelf al gezegd tegen de discipelen van tevoren, nadat ik opgestaan ben, moet je naar Galilea gaan. Dus eigenlijk had die engel dat niet eens hoeven zeggen. Eigenlijk hadden de discipelen al op weg moeten zijn. Maar goed, deze dames, die zusters, die gingen haastig van het graf weg. En ze hadden met vrees en grote blijdschap. En ze snelden weg om het zijn discipelen te berichten. Want dit grote nieuws moet natuurlijk iedereen weten. Dit is superbelangrijk, dat Jezus is opgestaan. Toen ze weggingen om het aan zijn discipelen bekend te maken, zie, Jezus kwam hun tegemoet. En zei, wees gegroet. Dat schijnt ook vertaald te kunnen worden als genade. Dat Jezus zei: genade. En ze gingen naar hem toe, grepen zijn voeten en aanbaden hem. Ik vind het zo mooi dat ze eerst moeten gehoorzamen. Ze moeten op weg gaan. Jezus tegemoet. En dan komt Jezus hun ook tegemoet. En dan zien we eigenlijk heel de tijd in Gods woord. En je zult me zoeken. Of je zult me vinden. Als je me zult zoeken met heel je hart. Ze gaan op weg. Ze gaan Jezus zoeken. En dan komt Jezus hen tegemoet. En zo mogen wij ook op zoek gaan naar Jezus steeds. En dan komt hij ons tegemoet. En als ze hem dan ontmoeten, dan kunnen ze gewoon niet anders dan zijn voeten grijpen en hem aanbidden. En Maria, dat zien we eerder met Marta. Dat Maria zat ook aan de voeten van Jezus en luisterde naar zijn woorden. Terwijl Marta druk was. Het is gewoon mooi om aan de voeten van Jezus te zijn. En toen zei Jezus tegen hen, want ze hadden nog steeds vrees: wees niet bevreesd. Ga heen, bericht mijn broeders dat zij naar Galilea moeten gaan. En daar zullen zij mij zien. Dat is zo mooi, hè? Dat Jezus de discipelen zijn broeders noemt. Hij noemt ons zijn broeders. Hij zegt ook: ik noem jullie mijn vrienden als je doet wat ik je gebied. Zijn volgelingen noemt hij broeders en vrienden. We zijn zo dicht bij God gekomen. Jezus is God. We zijn zo dicht bij God gekomen. Door het offer van Jezus en door die opstanding. En terwijl ze onderweg waren, zie, enige van de wacht kwamen in de stad. Die wacht, hè, die soldaten die hem bewaken waren, kwamen in de stad en berichtten de overpriesters alles wat er gebeurd was. Dus er waren een paar van die wachters, een paar van die soldaten waren inmiddels wat bijgekomen waarschijnlijk van de schrik. En je zou zeggen dat ze dan naar Pilatus gaan. Maar daar kunnen ze natuurlijk niet meer aankomen met zo'n verhaal. Dat het lichaam van Jezus weg is. Ze berichten de overpriesters alles wat er gebeurd was. Ik zou niet weten wat ze hadden moeten vertellen tegen de overpriesters, wat er gebeurd was. Ja, we hebben een engel gezien en in één keer was het lichaam weg. En terwijl hun taak was juist om het graf te bewaken. Ik bedoel, daar zullen ze niet blij mee zijn geweest. En ze kwamen bijeen met de oudsten en zij kwamen gezamenlijk tot het besluit om de soldaten veel geld te geven. En ze zeiden: zeg, zijn discipelen zijn 's nachts gekomen en hebben hem gestolen terwijl wij sliepen. En als de stadhouder hiervan hoort, zullen wij hem overtuigen en maken dat u zonder zorgen bent. En toen ze het geld in ontvangst genomen hadden, deden zij zoals hun was voorgehouden. En dit woord is verbreid onder de Joden tot op de huidige dag. Je ziet ook hier dat de oudsten, de leiders van het Joodse volk, geven ook hier veel geld. Dat is eigenlijk bizar als je erover nadenkt. Het is waarschijnlijk geld wat uit de schatkist komt van de tempel. En dat gebruiken ze eigenlijk hier om een leugen te verspreiden. En Judas hadden ze ook al geld gegeven. Die mensen waren zo vol met onrecht om maar gewoon hun eigen hachje, hun eigen situatie te beschermen. En ze kunnen niet eens iets goeds bedenken. Ze kunnen niet eens een goed verhaal bedenken wat ze hiermee aan moeten. Want als je gewoon goed kijkt naar wat ze eigenlijk zeggen in vers 13. Dit moet je zeggen. Dat moeten de soldaten zeggen. Zijn discipelen zijn 's nachts gekomen, hebben hem gestolen terwijl wij sliepen. Ik bedoel, hun taak was gewoon dat graf te bewaken, zeg maar. En nou moeten ze eigenlijk gaan zeggen: ja, er zijn wat van die discipelen gekomen. Mijn eerste reactie zou zijn, als ik Pilatus was: bedoel je die vissersmensen? Kon je die niet aan? Maar dan moeten ze zeggen: hebben hem gestolen, die discipelen hebben hem gestolen terwijl wij sliepen. Ja, maar hoezo? Jouw taak is om te bewaken. Jij hoort daar niet te slapen. En sowieso, als jij slaapt, hoe kun je dan weten dat de discipelen het lichaam van Jezus weggenomen hebben? Het is echt een slecht verhaal gewoon. He, want één, ze horen niet te slapen. Twee, hoe weet je nou als je slaapt wat er gebeurd is? Echt een slechte leugen. Maar goed, een leugen zit toch vaak niet goed in elkaar. Dus wat dat betreft, iets beters konden ze blijkbaar niet bedenken. En als de stadhouder hiervan hoort, zullen wij hem overtuigen en maken dat u zonder zorgen bent. Nou ja, geloof je het zelf. De afloop van dit verhaal hebben we niet gezien, lezen we niet, maar ik denk dat het niet zo goed afloopt met die soldaten. Wat die oversten ook hebben gezegd, ja, want op het moment dat jij je taak niet goed uitvoert als een Romeins soldaat, dan kan jou de dood kosten. Want er is ook een verhaal in de Bijbel waar de gevangenisdeuren opengaan door een aardbeving en de gevangenbewaarder denkt dat de gevangenen ontsnapt zijn en dan wil hij zichzelf in het zwaard storten, omdat hij weet dat dat heel erg is dat hij de gevangenen niet goed heeft bewaakt. Dus ik denk niet dat ze hier goed mee weggekomen zijn. Maar goed, ze namen het geld in ontvangst, deden zoals hun was voorgehouden en dit woord is verbreid onder de Joden tot de huidige dag dat dit geschreven was. Maar ja, toch hoor je af en toe nog steeds dit verhaal opduiken. En ook bij andere religies. Als ik op straat met mensen spreek, zeg maar, dan hoor je dat nog steeds wel eens terug, dit verhaal. En dan denk je van, ja, maar waar is de Heer hier? Er wordt hier een leugen, wordt verspreid. En de Satan, de vader van de leugen, is een grote leugen aan het optuigen. Hoe zit dat dan met de waarheid? Er moet hier toch ingegrepen worden? Alsof de Heer dit gewoon even zijn gang laat gaan. En al vooruit kijkt en hij weet wat er gaat gebeuren. Hij weet dat de Heilige Geest uitgestort gaat worden. Dat is de geest van de waarheid. Die wonderen en tekenen zal doen. En dat straks in Jeruzalem, als die Heilige Geest uitgestort wordt, al die bezoekers, zijn 2 miljoen bezoekers of mensen in Jeruzalem vanwege het paasfeest en het feest van de ongezuurde broden. Die zullen ineens de christenen tot hun horen spreken in hun eigen taal. Met al die wonderen en tekenen, daar kun je niet op. Dan komt de waarheid, daar kun je niet tegenop. Dan komt de waarheid, komt gewoon boven. En de 11 discipelen zijn naar Galilea gegaan. Naar de berg waar Jezus hen ontboden had. En toen zij hem zagen, aanbaden zij hem, maar sommigen twijfelden. Heel veel geloven dat dit het moment is. Paulus die spreekt op een gegeven moment in 1 Korinthe 15 over de opstanding. En over dat er een moment is geweest dat Jezus aan meer dan 500 mensen is verschenen. Heel veel geloven dat dit het moment is waar dat was. Er staat specifiek dat de 11 discipelen in ieder geval ook naar Galilea gaan. Sommigen twijfelden, we weten van Thomas, die had twijfels, die wilde Jezus echt voelen en aanraken. Maar we lezen niet van andere apostelen dat ze twijfelden. Dus het kan zijn dat er ook meer zijn uit die groep die twijfelden. Maar toch aanbidden ze hem. En dan komt Jezus met de grote opdracht, zoals wij dat zijn gaan noemen. En het is ook een grote opdracht. Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei: mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde. Ga heen, onderwijs al de volken. Hun dopend in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Hun lerend alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. En zie, ik ben met u al de dagen tot de verleiding van de wereld. Dus voordat hij die grote opdracht geeft, begint hij met een statement, met een zin. Mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde. En hij heeft zo overweldigend bewijs geleverd dat hem alle macht is gegeven. Dat hebben we gezien, wat ik de vorige keer ook al zei, dat hij liet zien dat hij macht had over vloeistof. Hij liep over water, veranderde water in wijn. Hij had macht over de stormen, de atmosfeer. Hij had macht over materie, vermenigvuldigde broden en vissen. Hij had macht over lichamen, genassen. Hij had macht over geest. Hij wierp ze uit. Hij had macht over zonde. Hij zondigde niet. Hij nam de zonde op zich van de hele wereld. En dan die wonderen aan dat kruis die ik ook weer genoemd heb. Alle macht is hem gegeven in de hemel en op aarde. Toen hij aan dat kruis hing voor 3 uur, werd de duisternis over heel de aarde. Alsof het universum zelfs gewoon stopte met licht geven. Alle macht is hem gegeven in de hemel en op aarde. Maar hoe kan dat dan? We kijken om ons heen en we zien de ellende. We zetten de tv aan en je ziet mensen met auto's in een groep mensen rijden en al die dingen. Ja, we weten ook dat er nog een heerser is. Een god van deze eeuw, dat is de Satan, die nog ruimte gegeven wordt. Maar op het moment dat wij ons vertrouwen stellen in Jezus, dan trekt de Vader ons uit de duisternis en die zet ons over in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. En dan heeft de Satan geen macht meer over ons. Op het moment dat wij in hem blijven, in zijn liefde blijven, in zijn woorden blijven en die in acht nemen en in gebed blijven, dan doen we de geestelijke wapenrusting aan. En dan vallen wij onder die macht van Jezus en niet meer onder de macht van de vader van de leugen. Ga dan heen. Ga, staat er. Ga. Dat is echt een opdracht. Ga dan heen. Verkondig het evangelie, staat op andere plekken, aan alle schepselen. En hier staat, ga dan heen, onderwijs al de volken. Dus ze moeten van tevoren kennis genomen hebben van wie Jezus is, van het evangelie, van wat Jezus leert. En dan moeten we de volken onderwijzen. En zo zien we dat ook. Als wij gaan evangeliseren, mensen hebben helemaal geen kennis meer. Vooral onder de 20 jaar weten ze helemaal niks van de Bijbel, niks van Jezus. Dan sta je eigenlijk op straat gewoon het eerste onderwijs te geven aan hun. En hebben ze allemaal vragen of ze hebben dingen gehoord. En dat moet je dan helpen om dat te weerleggen. En de leugens te vervangen door de waarheid op een liefdevolle manier. En dan moeten we mensen dopen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. De doop, volgens de Bijbel, dat is een doop waarbij je echt onder water gaat. Deze doop, dat betekent onderdompelen. Dat betekent letterlijk het Griekse woord, onderdompelen. We zien ook dat Jezus op een gegeven moment echt in het water is gegaan en uit het water is opgekomen. Hij heeft zich gedoopt. In Handelingen 8 is een voorbeeld van iemand die gedoopt wordt. Ze gaan het water in en komen dan uit het water. Romeinen 6 legt uit dat de doop gaat gepaard met, als jij tot geloof komt, dan sterf jij met Christus. Dus dan ben je genageld, met hem gekruisigd. En als jij gekruisigd bent, dan heb je een lijk. En dat lijk moet begraven worden, want Jezus is ook begraven. En dan zegt Paulus in Romeinen 6 vers 4, zo zijn we dan begraven door de doop in de dood, zodat we net als Christus op zullen staan tot nieuwheid van leven en tot heerlijkheid, in nieuwheid van leven en tot heerlijkheid van de Vader. Dus het is een uitbeelding van dat we met Christus sterven, begraven worden en op zullen staan in nieuwheid van leven. 16 juli hebben we hier een doopdienst gehad. Heeft Jozef zich laten dopen. Die wilde echt graag Jezus volgen. Hier buiten hebben we een bad neergezet. Nou, andere kerken hebben een mooi gebouw en hebben ze een bad ergens onder de grond. Dat hebben wij niet. Dus we kopen een badje van €16 bij de Action en dan kun je ook dopen. Je kunt je in de dommel laten dopen, in het zwembad, aan de strand, in de zee. Dat maakt allemaal niet uit. Als er maar water is en je koppie ondergaat en je met Christus laat begraven door de doop in de dood. En dat doen we in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Dit hele plan, die hele opdracht, dat is in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Het is ook bijzonder dat het staat in de naam. Het staat niet in de namen. Dat laat ook weer iets zien over de drie-eenheid. Het is één persoon, de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Hun lerend alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. Dus hij zegt eerst onderwijs al de volken. En dan vervolgens moeten we ook nog hun leren het allemaal in acht te nemen. Het blijft dus niet alleen maar hoofdkennis, maar we moeten er echt in gaan wandelen. En ik zeg wel heel vaak, hè, dit is een van de versen dat we vaak aanhalen bij Huis van God. Dit is gewoon de opdracht van Jezus. En als je heen moet gaan om te onderwijzen, moet je eerst zelf onderwezen zijn. Eerst zelf het evangelie aangenomen hebben. Eerst zelf gedoopt zijn. En dan eerst zelf hebben geleerd alles wat Jezus geboden heeft in acht te nemen. Maar goed, terwijl we leren mogen we ook gelijk weer doorgeven natuurlijk. Dus niet zo dat je eerst een bepaald level gehaald moet hebben en dan pas mag je iets doorgeven. Ja, want we zijn allemaal groeiende tot de laatste dag van ons leven. Aad is 80, hè? Ja, bijna. Bijna 80, oké. Is hij nog steeds lerende of heeft hij het al bereikt? Oh. Nee, precies, oké. Dus dat gaat gewoon door, ja. Nou, dat hoor ik wel meer. Ik zit op de helft, dus ik ben ook nog bezig. Ja. Maar goed, dat is geen excuus om er niet mee bezig te zijn. Hè. Zo, En dan is het mooie, en zie, ik ben met u al de dagen tot de verleiding van de wereld. We zeggen vaak, waar 2 of 3 samen zijn in mijn naam, daar is Jezus in het midden. Dat is ook zo. Maar Jezus is steeds met ons. Ik ben met u al de dagen. En hij is uiteindelijk door de Heilige Geest is hij in ons komen wonen. Ons lichaam is het tempel van de Heilige Geest. En zo is Jezus, God de Vader en Jezus zijn bij ons. Tot de verleiding van de wereld. En tot het einde van de wereld, de eindtijd. En daar hebben we eerder over gesproken. Tot dat moment, klik. Nu is het afgelopen. En nu ga ik met een ander plan verder. En dan zegt hij, amen. En zo eindigen we het boek Mattheüs. Prachtig boek. Je ziet nog een plaatje van hoe Jezus mogelijk onder die mensen stond. Met zijn verheerlijkte lichaam. En ik wil dit nog zeggen. In Lukas 9, vers 26 en verder. Heeft Jezus ook gezegd. Als iemand achter mij wil komen. Moet hij zichzelf verloochenen. Zijn kruis dagelijks opnemen en mij volgen. Zijn kruis dagelijks opnemen. Dat is dagelijks met hem lijden. Dagelijks jezelf achterlaten. Dagelijks zeggen van, niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Want wie zijn leven wil behouden, die zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliezen zal, omwille van mij, die zal het behouden. Want wat baat het een mens, wat levert het een mens op, wat voor winst heb je eraan, als je heel de wereld wint, om heel de wereld te winnen, en jezelf te verliezen, of zelf schade te lijden. Want wie zich voor mij en mijn woorden geschaamd zal hebben, voor hem zal de Zoon des Mensen zich schamen, wanneer hij zal komen in zijn heerlijkheid, en in die van de Vader, en in die van de heilige engelen. Jezus heeft dit niet allemaal gedaan, zodat wij onze mond houden. En ons schamen voor hem. Paulus zegt op een gegeven moment, ik schaam mij niet voor het evangelie, want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft. Eerst de Jood en ook de Griek. Echt voor iedereen. En als wij geloven dat dit de kracht van God is, tot redding voor ieder die gelooft, dan gaan er echt dingen gebeuren. En we weten, de poort is nauw en de weg is smal. Er zullen weinigen zijn die het vinden. Tegelijkertijd zegt Jezus, de oogst is groot en de arbeiders zijn weinig. Bid de Heer dat die arbeiders uitstuurt in zijn oogst. We mogen daarvoor bidden en bidden en bidden. En ons niet schamen voor die woorden. Want wie zich voor mij en mijn woorden geschaamd zijn. Je kan zeggen, ja, ik geloof in Jezus. Maar die woorden die hij gezegd heeft. Er zijn wel stukken, daar schaam ik me wel een beetje voor. Nee, wie zich voor mij en mijn woorden geschaamd zijn, voor hem zal de Zoon des Mensen zich schamen. En daarom zegt Paulus, ik schaam mij niet voor het evangelie. Jozef van Arimathea ging naar Pilatus. Hij schaamde zich niet om voor Jezus uit te komen. Hoe zullen andere mensen het anders horen als wij het niet gaan vertellen? De wereld gaat echt niet het evangelie vertellen. Dat zullen echt wij moeten doen. En onze buren, vrienden, kennissen, vreemden. En we weten ook, niet iedereen zal het aannemen. Heel veel zullen het niet in dank afnemen. Je kunt bespot worden, je kunt uitgelachen worden. Maar ben je bereid om die prijs te betalen? Dan is dat maar zo. Ik kan niet iedereen te vriend houden door het evangelie te volgen en Jezus te volgen. Ik mag iedereen liefhebben, mijn vijand liefhebben. Maar het zal mensen tegen de borst stuiten. Zoals mensen Jezus hebben gekruisigd. Moet niet verbaasd zijn als mensen jou ook gaan aanvallen. Heel simpel. Ga. Dat is de boodschap. Ga. En ik vind het mooi. Vanmorgen in het Bijbelleesschema kwam 1 Korinthe 15 aan bod. En dat gaat over die opstanding. En door die opstanding, zegt Paulus, doordat Jezus is opgestaan, weten wij dat er een opstanding is voor ons. We zullen op een gegeven moment dit lichaam afdoen en met onsterfelijkheid bekleed worden. En de dood zal verslonden worden. En de zonde zal stoppen voor ons. En we zullen naar een plek gaan waar geen moeite meer is, geen pijn meer is. En daarom moedigt Paulus ons aan, als hij eindigt met dat hele betoog in 1 Korinthe 15 over de opstanding. Daarom, mijn geliefde broeders, wees standvastig. En zusters natuurlijk, wees standvastig. Onwankelbaar. Altijd overvloedig. Altijd overvloedig in het werk van de Heere. en de wetenschap dat uw inspanning niet te vergeefs is in de Heere. Het gaat over jouw inspanning, die is niet te vergeefs in de Heere. Het is nog niet eens zozeer de resultaten, maar jouw inspanning is niet te vergeefs. Dat zal beloond worden. Hemelse Vader, Heer Jezus, dank u wel, Heer. Dank u wel voor wat u hebt gedaan. Dank u wel voor het evangelie. Dat we zo Mattheüs hebben mogen bekijken en bestuderen. Wat u allemaal gezegd hebt. En ja, we zien ook gewoon dat u ons eigenlijk door al die dingen te zeggen, ons heel dicht bij u wil hebben. U wil dat wij zo dicht met u wandelen, Heer. En dat we ons niet voor u schamen, maar gewoon uw heerlijkheid onder de volken verkondigen. En ons licht laten schijnen, zoals u uw licht hebt laten schijnen. Help ons om lichter te zijn in deze duisternis, Heer, om ons heen. Heer, en breng mensen op ons pad, alsjeblieft, Heer, die een open hart hebben, zodat wij het evangelie mogen delen. Breng mensen op ons pad, Heer, die zich zullen voegen bij Huis van God en tot geloof mogen komen. En die we mogen gaan onderwijzen en leren alles wat u geboden hebt in acht te nemen, Heer. Heer, al zijn het 10 of al zijn het 100, Heer, breng alsjeblieft de mensen, Heer, zodat we die opdracht uit kunnen voeren. Wilt u ons ook allemaal helpen om om handen te hebben waar we dit kunnen doen? Wilt u ons wijsheid en inzicht geven? Soms is het moeilijk om te zoeken bij collega's, buren, vrienden of vreemden, Heer. Wilt u ons wijsheid en inzicht geven? Misschien via social media of dat we een dak vinden waar we het vanaf kunnen roepen, om het zo maar te zeggen. Heer, dat we allemaal ons niet zullen schamen voor dit evangelie. Omdat het de kracht van God is. Hoe zullen mensen anders opnieuw geboren worden, Heer? En ontsnappen aan die poel van vuur en het eeuwige oordeel, Heer. Het is zo, zo belangrijk, Heer. Druk dat op onze harten. Heer, dat we gedreven voor die liefde, voor de naaste, Heer. Dat we van daaruit gedreven, Heer, deze boodschap mogen verkondigen. Dank u wel, Heer Jezus. Voor wat u hebt gedaan en het voorbeeld wat u hebt gesteld. En dat u door zo'n diep dal bent gegaan voor ons. En dat u dat deed vanwege de vreugde die in het vooruitzicht lag, Heer. Ik wil u ook vragen, Heer, voor een zegen over ons allen. Heer, als we dit allemaal gaan doen, Heer, in onze eigen omgeving, Heer. En wilt u ons helpen daarmee om uw liefde zo uit te delen aan de mensen om ons heen. Dan vraag u zo, Heer. Wilt u ook iedereen een gezegende week geven, Heer. En geven dat we weer naar huis mogen gaan met een brandend hart voor u. Dat ons hart weer brandend zal zijn van binnen. In Jezus' naam. Amen.